buitenscherminstallateur Leen Huisman is op dit moment bezig het revolutionaire nieuwe Greentop buitenscherm te installeren. Greentop buitenscherm is een ontwikkeling waarvan de basis is gelegd in 2005, eind 2005. Toen stapte scherminstallateur Joop Alsemgeest en rozeteeltadviseur Ton Fransen, die stapte toen bij Van der Valk Systemen binnen met het idee om een buitenscherm niet in de goot van de kas, maar op de nok van de kas te zetten. En ja, dat was een revolutionair idee, maar we hebben er toch een half jaartje over na moeten denken. Nou, na een half jaar hebben we eigenlijk het idee opgevat om hem niet vast op de nok van de kas te zetten, maar scharnierend. En dat was voor ons het ei van Columbus. We hebben eerst een testje kunnen doen bij Aad Fransen in de Lier. Dat is een neef van Ton Fransen. Konden we op een oud kastje 10 kappies bij 10 vakken konden we neerzetten. Ja, toen dat erop stond, konden we eraan gaan hangen, eraan gaan shoren en dergelijke. Ja, dat gaf een heel goed gevoel. Dat is voor ons ook eigenlijk het moment geweest dat we gezegd hebben, nou gaan we door. We hebben toen ook TNO ingeschakeld. Die is al voorzichtig begonnen met wat berekeningen los te laten op dit nieuwe concept. We zijn gelukkig in contact gekomen met een tulpenbroeier uit Noord-Holland. Zonder dat we het konden verzekeren, hebben ze toch voor het concept gekozen. Die zagen het helemaal zitten. Nou, een jaar later kwamen we met spekrozen in aanraking. Die waren ook gecharmeerd van een scherm op de nok in plaats van in de goot van de kas. En ook dat project hebben we gerealiseerd. En zo hebben we eigenlijk in een aantal stappen de producten steeds verder uitontwikkeld. Nou, de naam Greentop die is ontstaan doordat het buitenscherm op de top van de kas gezet wordt. En dat het kan worden uitgevoerd met zonnepanelen. Die panelen die zijn ongeveer 20 centimeter breed. En dienen dus als een soort afdekkapje boven het doekpakket. Naast dat het buitenscherm een bijdrage levert om de koelast te drukken, kan er ook nog duurzame energie worden opgewekt. Bij Talaak komen er ongeveer 7000 panelen op het hele buitenscherm te zitten. Dan praten we bij elkaar over een totaal vermogen van 250 kilowatt piek. Het Greentop buitenscherm is echt een ontwikkeling die past bij deze tijd. En we denken dat het een positieve bijdrage kan leveren aan het duurzame en groene imago van de glastuinbouw in Nederland. We zijn er dan ook blij om dat Richard en Eduard Talaak voor dit nieuwe concept gekozen hebben.